Nee, ja, iedereen heeft een eigen opvatting van videoanalyses. De ene zegt uh, een hele wedstrijd terugkijken. Die andere zegt uh, weer dat. Dus ja, dat is, uh, uh, ja, dat is iets, ja, iets heel kleins, maar dat, heeft, uh, dat wordt ook weer veel groter gemaakt dan het uiteindelijk is. Brian Linsen, uh, hoe heb je nog kunnen nagenieten van die uh, gewonnen wedstrijd tegen PSV? Nou ja, gewoon uh, hetzelfde als eigenlijk altijd. Uh, je bent hartstikke blij met, uh, met de overwinning en met een goalje. En uh, uh, ja, daar geniet je even van. Alleen, uh, ja, het is wel uh, minder dan, uh, dan voorheen altijd. Dat merk je wel. Uh, met supporters, dus met uh, mensen. Uh, maar dat is, uh, dat is niet anders. Maar het was lekker, we hadden het nodig. En uh, ja, we moeten nu weer door naar uh, komend weekend. Want uh, ja, met één zwaar uh, nu mag ik geen zomer. Ja, want dat is toch wel de vrees hè? bij veel mensen. Kan Feyenoord het ook uh, bij wedstrijden waar men eigenlijk verwacht dat Feyenoord het, het spel maakt tegen PSV? Hè? Uh, ik, ik wil niet zeggen dat je nou, helemaal ja, niets mag ik verwachten. Nee, maar... ik, ik, ik weet het niet. Ik weet niet uh, wat, men, wat men zegt. Uh, volgens mij uh, stonden we net voor de winterstop derde. En uh, ja, dat doe je ook niet. Uh, dat speel je ook tegen andere clubs dan PSV. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar het is wel zo uh, dat er toch wel heel veel druk op die wedstrijd tegen PSV kwam. Naar aanleiding van die drie nederlagen op rij. Uh, dat hebben jullie dan goed gedaan. Maar heb je ook wel het idee dat jullie uit de tussenaanhalingstekens uit het uh, wak klimmen? Uh, ja, dat hoop, ik wel. dat hoop ik wel. Natuurlijk hebben we een, een tikje gehad tegen Heerenveen. Uh, vooral die wedstrijd natuurlijk. Omdat dat de derde was. Een, uh, een grote nederlaag. Uh, Daar krijg je een tik van. Maar dan moet je het uh, zo snel mogelijk gaan herstellen. PSV was de eerste mogelijkheid en dat hebben we ook gewoon goed gedaan. Uh, een goed tactisch strijdplan hadden we. We hebben het allemaal goed uitgevoerd. Uh, en uiteindelijk win je die wedstrijd. Alleen volgende week wordt het natuurlijk weer een totaal andere wedstrijd. Alleen uh, wij verwachten niets minder dan de drie punten. Je zei het al, het strijdplan is goed uitgevoerd. En uh, jij maakt het deel uit van het strijdplan. Uh, je bent eigenlijk geen echte centrumspits. Er waren drie centrumspitsen die dan op de bank zaten. En dat zijn niet de minsten. Een Slovaakse international, een speler die Feyenoord kampioen heeft gemaakt. En nog een speler die in Argentinië international is geweest. En zelfs met Messi heeft gevoetbald. Ik kan me voorstellen dat dat wel heel veel vertrouwen geeft aan jou. Dat jij mag spelen. Nou, op, die op die manier zoals jij er tegenaan kijkt, kijk ik er zelf niet tegenaan. Uh, maar natuurlijk, je bent blij met, uh, met als je speelt met, met een basisplaats. En uh, dit, dit jaar is niet de eerste keer dat ik in een spits heb gestaan. Uh, ik was ook een beetje een gelegenheidspits natuurlijk. Ja, nu koos de trainer voor mij, hij had hij zijn redenen voor. Uiteindelijk uh, heeft dat deze wedstrijd wel gewoon goed uitgepakt. En, uh, uh, ja, ik ben wel voorop gegaan in de strijd. Ik heb vooraan proberen de toon te zetten. Uh, en dan uh, gaat alles zo naar achter en naar achteren toe. Uh, in de zin van uh, uh, ja, dat iedereen je kan volgen. Ja, in de eerste seizoenshelft heb je ook bepaalde wedstrijden in de spits gestaan. Toen werkte je hard, maar toen ontbrak het aan doelpunten. De laatste weken scoor je wel op die positie tegen Heerenveen, Veen, daar begon het, maar ook in die invalbeurt tegen Heracles en ook nu: uh, wat is je veranderd? Nou ja, dat is ook wel een beetje: heeft dan met een bepaald gevoel te maken uh, het, het niet meer nadenken. Het, uh, je weet dat het, dat het goed komt. En uh, dat is in het begin ben je te geforceerd op zoek naar, naar die goal. En uh, ja, dus heel vaak als je ergens, als je iets heel erg graag wil. En je, wilt, je doet daar zoveel voor, dan lukt het meestal niet. Uh, pas zodra dat je wat rustiger wordt in je hoofd en dat je um, ja, gewoon wat rustiger bent, dan gaat het wel lukken. Je maakt echt een prachtig doelpunt, uh, maar je juicht niet direct. Want je dacht buitenspel, de VAR, toch maar even ja, afwachten? Ja, ik dacht buitenspel. Ik kan wel heel gek gaan juichen, maar ik had zelf het gevoel dat het echt randjeswerk was. Uiteindelijk was het dat ook, maar ik had wel het gevoel dat ik er overheen was. En uh, ja, dan kan ik wel gaan juichen, maar. Uh, Misschien 30 seconden later sta ik dan weer voor de neus van een keeper aan het omschakelen. Dus ik dacht, ik juich maar niet. Je hebt nu heel goed gespeeld en vaak laat een trainer een elftal staan. Maar nu heeft de trainer wel al gezegd dat hij per week wil bekijken. Heb je het idee dat je de komende weken de vaste spits bent van Feyenoord? Of dat er inderdaad elke week nu wordt gekeken naar wat dan toch het beste is voor het elftal? Nee, ja, het, uh, dat weet ik niet. Na, na de hattering zat ik de wedstrijd nou ook op de bank. Dus ik, nee, ja, dat weet ik niet. Uh, de trainer die, uh, die zal zijn keuze gaan maken. In ieder geval, uh, ik probeer het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Uh, in de zin van dat ik, uh, dat ik wil spelen. En dat heb ik uh, deze week weer gedaan. Ja, meer kan ik niet doen. In de aanloop nu, is aan, uh, nu is het wachten. Ja, in de aanloop naar PSV is er, uh, is er veel gebeurd rond de club. Uh, hè, na die wedstrijd tegen Heerenveen, de trainer zei ik wil een gesprek. Hoe heb jij dat vanaf de zijlijn beleefd? Toch die reuring in de aanloop naar de wedstrijd tegen PSV? Nou, eigenlijk heel simpel. Uh, ik heb me nergens mee bemoeid. En ik, uh, ik heb er ook eigenlijk, als ik heel erg eerlijk ben, niet heel erg veel van meegekregen. Niet veel van meegekregen? Word toch, het wordt buiten, van buitenuit toch vaak veel groter gemaakt dan het, uh, dan het is. En hoe het hier bij Feyenoord kan, ik weet het ook niet. Maar uh, ze denken dat alles naar buiten komt hier, maar... Heel veel dingen wat naar buiten komen, daar heb ik helemaal niks van gehoord vaak ook. Dus uh, ik wil me daar ook niet heel erg veel uh, uh, mee bezig houden. Want ik heb daar ook uh, uh, niet veel mee te maken. En ik heb er ook helemaal niet veel over gesproken. Dus. Eén ding van iets wel wat naar buiten komt, is dat de spelers meer behoefte zouden hebben aan videoanalyses. Is dat zo? Nee nou ja, de, de, iedereen heeft een eigen opvatting van videoanalyses. De ene zegt uh, een hele wedstrijd terugkijken. Die andere zegt uh, weer dat. Dus ja, dat is. Uh, uh, ja, dat is iets, ja, iets heel kleins, maar dat heeft uh, dan wordt ook weer veel groter gemaakt dan het uiteindelijk is. Maar dat, dat heeft ook te maken. Jij bent een ervaren speler. Je zei ook zelf, nadat je gepasseerd was naar die drie doelpunten tegen Heerenveen, uh, ik ben een oude speler, ik weet wel hoe het werkt. Maar misschien dat jongere jongens misschien daar wel wat meer behoefte aan hebben, zou dat wel kunnen? Nou ja, het, het kan wel zijn dat, uh, dat een videoanalyse soms een. Uh, je iets laat realiseren. Dat je, uh, ik had bijvoorbeeld bij mijn eerste kans met Onane, af met Onane, met uh, de keeper van PSV en Vogel, had ik het gevoel dat ik veel verder naar de buitenkant stond. Terwijl toen ik het terugzag op tv, had ik toch nog wat meer ruimte uh, uh, naar de linkerkant uh, om me mee te nemen naar links en uiteindelijk uh, met links te kunnen afwerken. Ik dacht dat ik er veel dichterop stond en veel dichter bij de achterlijn was. En ja, dat kunnen, dat kunnen momenten zijn dat je gaat realiseren uh, dat je wat. Ja, dat je dat beter gaat herkennen in het veld. Misschien uh, niet de eerstvolgende keer, maar misschien later als je het vaker gaat overkomen. Omdat je die dingen gaat herkennen. Maar ja, dat, kan, uh, dat kan hier op de club. Maar uh, ik heb ook vaak genoeg zelf uh, analyses uh, van mezelf bekeken. Was het je beste wedstrijd in een final, Want je scoort niet alleen, maar je won zelfs kopduel van, kopduels van die lange sangarée. <laughs> je, uh, je was overijverig. Ja. Yeah. Uh, ja, ik was ijverig zeker, maar ja, ik weet niet of het mijn beste wedstrijd was. Ik denk de dat het ook een hele goede wedstrijd was, buiten met drie goals. Ik denk dat ik toen ook gewoon heel goed gevoetbald heb. Dus uh, nou ja, dat mogen jullie beslissen. Je gaat naar Groningen. Uh, daar heb je ook gespeeld. Wat voor tijd heb je daar gehad? Uh, nou, op zich wel een prima tijd. Ik heb het daar goed naar mijn zin gehad. Het was een leuke club, leuke mensen die daar werken, uh, sportief. Heb ik een, een moeilijkere periode daar gehad? Pas eigenlijk op het laatste, uh, laatste half jaar dat ik echt loskwam. Uh, en daar heb ik toen ook volgens mij tien wedstrijden, tien goals gemaakt, uiteindelijk de laatste tien. En toen uiteindelijk een transfer naar Vitesse verdiend. Dus Sportief heb ik daar wel een moeilijke tijd gehad. Uh, maar op zich uh, mooie, uh, heb ik daar wel mooi gehad. Een super, super mooie club. Gewoon een grote club in het noorden. Uh, Leuke mensen, dus ja, prima. Ik ga daar wel met, uh, met veel plezier naar terug, omdat ik uh, leuk vind om, uh, om die mensen weer te zien. Ja, het is een week ook met Groningen uit, een ploeg die iets onder jullie staat. En daarna Herenveen voor de beker. Wordt die week, wordt dat toch wel een beetje bepalend voor hoe jullie seizoen eruit gaat zien? Uh, nou ja, ik, dat is nu bijna iedere wedstrijd. Dat is bijna iedere wedstrijd uh, hoe het seizoen eruit gaat zien. Zodra we één wedstrijd verliezen en uh, uh, boven ons wint iedereen. Ja, dan, wordt het, uh, dan wordt het hartstikke moeilijk uh, om, om weer plekken te, te kunnen stijgen. Dus iedere week wordt nu gewoon cruciaal.